Suriname en Guyana komen eind van de maand bij elkaar om te praten over de slepende kwestie van de visvergunningen. Minister Prahlaat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij zegt dat er op 7 oktober al een gesprek was tussen de twee ministers van Buitenlandse Zaken. Bij het gesprek eind van de maand zullen zowel de ministers van Buitenlandse Zaken als van LVV van beide landen aanzitten. Seudin zal dan moeten uitleggen hoe de wetgeving van Suriname werkt als het aankomt op de visserijsector. Mijn taak is daarbij om aan te geven van wat de mogelijkheden zijn en wat de onmogelijkheden zijn. Hoe onze wet in elkaar zit. En er zijn nogal verschillen, en heeft hij ook uitgelegd. En PG daar is een minister, hier niet. Dus soms gebeuren er dingen. En op het niveau van het Openbare Ministerie, waarbij men dan naar mij kijkt van wat heb je gedaan? Boete opgelegd, boete geconfiskeerd. Dat is niet mijn taak, dat is het Openbare Ministerie. Dus precies zo gaan wij al die geschilpunten die er zijn, al die verschillen die er zijn, op een rij zetten met elkaar, dat doornemen. En dat er daardoor een beter begrip ontstaat naar elkaar toe. En dat wij van daaruit de gesprekken verder opstarten. Seudin zegt dat de keuze van de regering om de kwestie met Guyana in een comité-generaal te bespreken begrijpelijk is. Volgens hem gaat het niet alleen over zaken betreffende de visserijsector. Hij geeft aan dat deze keuze te maken kan hebben met het feit dat bepaalde kwesties gevoelig zijn en invloed kunnen hebben op de relatie tussen Suriname en Guyana. De LVV-minister wijst erop dat er geen ruimte is voor het geven van 150 visvergunningen aan Guyana. Eerlijk, die ruimte hebben we niet. Die ruimte hebben we niet. Men dacht een ruimte te creëren door de middelmensen uit te schakelen. Maar dat lukt ook niet. Dus, maar nee, als dat gebeurt, dan hebben we straks geen enkel vis meer. Eerder hebben zowel president Santokki als minister Ramdin aangegeven dat de kwestie met Guyana een diplomatische benadering behoeft. Wat zal getuigen van goede nabuurschap. Deze kwestie moet volgens de regering niet in de media uitgespeeld worden. Seudin sprak journalisten vandaag kort voor de RVM-vergadering.